Dit is Radio Pros. Hier is voor jullie Peter Delklef. We're caught at a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? If you don't believe a word I'm saying, we can go on together with suspicious smiles, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go again, ask me where I've been. You can see the tears are real, I'm crying. We can go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. Oh, let our love survive. Oh no, I'll dry the tears from your eyes. There's no other good thing I know, no, just honey, no, I never lied to you. Yeah, yeah. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know? Oh, why can't you see what you're doing to me? If you don't believe a word I'm saying, oh, don't you know? We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know we're caught in the trap? I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know we're caught in the trap? I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know we're caught in a trap? I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know we're caught in a trap? I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know? Voilà. Dames en heren, hartelijk welkom hier op deze showcase bij Radio Pros. Ik ben heel erg blij dat ik hier vandaag mag staan. De setlist is een beetje van alles. Alles wat jullie gekozen hebben. De populairste nummers komen aan bod vandaag. Het volgende nummer, het eerste was trouwens Suspicious Minds. Natuurlijk een welgekende klassieker van Elvis Presley. Maar het volgende nummer is eigenlijk een eigen versie van een heel populair, zacht stuk. Een nummer dat mensen mij heel dikwijls vragen. En altijd heb ik een klein beetje een knipoog naar degenen die ons dierbaar zijn hierboven. Dit is Een Ster.
leef ik voor jou. Jij bent die ene die ik hebben wou. En ik ben God daar o zo dankbaar voor. Jouw liefde is een zaligheid. En die wil ik nooit meer kwijt. Daarom geef ik jou iets. Jou nooit meer verlaat, die altijd voor je straalt, die geef ik dan jou na. De ster, ze is speciaal voor jou, om te tonen dat ik van je hou, zodat je mij nooit meer vergeet. Als ik dan naar boven kijk, zie ik die ster die op jou lijkt. Het is de mooiste uit het hemelrijk. Gaat ons leven ooit voorbij, dan schijnt ze nog voor jou en mij. Die ster die blijft bij ons tot in de eeuwigheid. Een ster die jou nooit meer verlaat. Geef ik dan jou na. Een ster, ze is speciaal voor jou, om te tonen dat ik van je hou, zodat je mij nooit meer vergeet. Een ster, die jou nooit meer verlaat, die altijd voor je straalt, die geef ik dan jou na. Ze is speciaal voor jou, om te tonen dat ik van je hou, zodat je mij nooit meer vergeet. Om te tonen dat ik van je hou, zodat je mij nooit meer vergeet. Dames en heren, een ster is een heel gevoelig en ook een beetje een persoonlijk nummer. Het gaat een beetje over van alles, over het leven, over hoe goed dat we hier zijn, over de mensen die we gekend hebben enzovoort. Ik ben heel blij dat het vandaag een nummer was dat jullie gekozen hebben. Het volgende nummer trouwens is ook echt een viering op het leven. En het heet natuurlijk ook Leef. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga er mee op pad. En hij zei: leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan. En ga, pak alles wat je kan. Zij dat hij zich had gewerkt in het zweet, geld verdiend als water, waar hij nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel huild. En hij zei: leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan. Ah, 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 ah.
Amai. Dat vind ik heel plezant, Leef. Dames en heren, de nummers die jullie vandaag horen, zijn eigenlijk nummers, heel gekende klassiekers. Nummers die iedereen kent, die eigenlijk iedereen kan meezingen. En ik zeg het dikwijls op mijn optredens, deze nummers, dames en heren, worden vandaag gebracht door mezelf op mijn eigen manier. En jullie hebben massaal gekozen als meest favoriete nummer om vandaag te zingen. My Way. Dit is My Way. Now the end is near, and so I'll face the final curtain. My friend, I'll see it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live a life it's full, I'll travel each and every highway, more, much more than this, I'll live it my way. Regrets, I had a few, but then again, through you to mention, I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each art of course, each careful step along the byway, more, much more than this. There were times, I'm sure you knew, when I'll be all, more than I could chew. Say the words he truly feels, and I'm the one
Ik hoor het applaus in de verte. Dames en heren. Dank u. Dank u wel. Helaas is het bijna aan het einde van deze showcase. Zijn we bijna liever aan het einde van deze showcase gekomen. Ik zou eigenlijk heel graag willen afsluiten om mijn technieker Chris te bedanken, de mensen van Radio Prost die me de kans gegeven hebben om hier vandaag te staan. Ze hebben mij ook daar juist gezegd dat de stream vol zit, dat er heel wat luisteraars aan het luisteren zijn. Ik ben er heel erg blij om. En ik kan alleen maar zeggen, dat zijn dingen waarvan ik maar met één antwoord kan vinden, liever maar één antwoord kan opvinden, dat is, ik wil meer. Dit is mijn laatste single, dames en heren. Heel graag, tot een volgende keer. Wie ben jij, wie ben jij, wie ben jij? Waar kom jij vandaan? Zeg me nu, welke gek heeft jou ooit laten staan? Maar waarom, ja waarom, ja waarom, sta jij nu hier voor mij? Ben ik zeker, ben jij wel echt vrij? Ik weet heel zeker, nee, jou kan ik niet aan. Toch kan ik de verleiding niet weerstaan. Ja, ik ging met je mee, zonder je naam te weten. Wow, wow, wat ging je wel te keer? Ik weet niet of ik het overleef, maar ik wil meer. Wie ben jij, wie ben jij, wie ben jij? Een en al passie en vuur. Zeg me nu, ik word gek, ik raak overstuur. Ik weet heel zeker, jou kan ik wel aan. Zo wil ik de verleiding nooit weerstaan. Hey! Wow, 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 ik kan je niet vergeten. Ja, ik ging met je mee. Zonder je naam te weten. Wow, wow, wat ging je wel te keer? Ik weet niet of ik het overleef, maar ik wil meer. Wow, ik kan het niet helpen, maar denk ieder uur aan jou. Want jij bent degene die mijn hele leven al wou. Ja, dat ben jij. Woehoe. Wow, wow, ik kan je niet vergeten. Ja, ik ging met je mee, zonder je naam te weten. Wow, wow, wat ging je wel te keer? Ik weet niet of ik het overleef, maar ik wil meer. Dames en heren, dank u wel. Heel graag de volgende. Oh, Peter. Ik denk dat de mensen mij nu horen op de radio. Ik denk het wel. Peter, ik zou graag nog iets willen vragen voor je verdwijnt. Je hebt hier een prachtige show gegeven. Wat doet dat bij een mens na zo'n lange tijd niets te doen? Oh, dat is zalig, hè? Dat is gewoon zalig. En ik weet, de nummers die de luisteraars gekozen hebben, ja, het zijn eigenlijk klassiekers, hè? Dat zijn nummers dat velen mij zeggen, eigenlijk vindt iedereen dat wel leuk. Dus ik vond het eigenlijk al plezant dat die nummers erin zaten. Dus eigenlijk heb je er niks op tegen dat je toch nog iets gaat brengen, iets speciaals. Nu, hier in de studio. Ah, nog een extra kan. Ja. Kan dat? Ja, dat kan. Wat had je gedacht? Wel, ik heb hier een telefoontje gekregen. En dat is een zekere Davy Scheling, die is vandaag jarig. Oh. En dat is de vriend van Nora. Ja. Zou jij voor hem iets en voor al de jarigen iets kunnen brengen hier in de studio? Kom op, Peter. Misschien een verjaardagsliedje? Kan dat? Ja. Weet je wat? Wacht. Chris, misschien kunnen we voor de mensen thuis, Chris is met een technieker, die moet dan een nummer klaarzetten. Ja. We gaan een gelukkige verjaardag doen dan. Voor Davy is het. David.
En voor David voor, en voor alle luisteraars die jarig geweest zijn, of vandaag ook jarig bijvoorbeeld? Ik heb nog een vraag. Ja. Ik weet het, ik vraag veel, maar de zondag, boah, het is goed weer, de zon schijnt. Zou je ook nog een liedje willen zingen voor de mensen die in de zorg werken? Ja. Of gaat dat niet? Jawel, jawel. Ja, het is misschien wel een uitgelezen moment om zoiets te doen. Maar ik ga dat doortrekken. Een nummer voor de mensen, het zorgpersoneel, voor de mensen in de rusthuizen, voor eigenlijk iedereen die zich dagelijks inzet om deze verschrikkelijke pandemie onder controle te krijgen. En we kunnen alleen maar hopen dat we het allemaal mogen navertellen, dat we niet bij de slechte nummers horen. Maar ik zal daarvoor iets speciaals doen. Ik denk dat Chris ondertussen wel weet wat ik in gedachten heb. Dus we gaan een verjaardagsliedje extra doen en we gaan nog iets doen speciaal voor de rusthuizen, voor de zorg, voor iedereen die ermee bezig is. Ja. Dikke merci, Peter. Laat je gaan, man. Dus heb ik voor een cadeautje gespaard. Daarom wens ik jou een gelukkige verjaardag. Ik weet dat jij van rozen houdt. Die stuur ik ook dan vandaag zonder fout. Want dat hoort toch bij een gelukkige verjaardag. Dan breng ik jou die rozen in hun bloementaal. De mooiste liefdeswoorden uit mijn droomverhaal. En wordt mijn droom vandaag nog waar, dan wordt die dag ook voor mij ieder jaar. Met jou dicht bij mij, een gelukkige verjaardag. Een gelukkige verjaardag. Een gelukkige verjaardag. Dan breng ik jou die rozen in hun bloementaal. De mooiste liefdeswoorden uit mijn droomverhaal. Vandaag nog waar, dan wordt die dag ook voor mij ieder jaar. Met jou dicht bij mij, een gelukkige verjaardag. Een gelukkige verjaardag. Een gelukkige verjaardag. Een gelukkige verjaardag. Aan alle mensen die luisteren, die kijken, die jarig geweest zijn of vandaag jarig zijn, bij deze een gelukkige verjaardag. En zoals we afgesproken hebben, daar juist met Patrick, een nummer speciaal voor de zorg, voor de mensen, het zorgpersoneel liever. Voor de mensen in de rusthuizen, die kijken, die luisteren, voor iedereen die bezig is om deze verschrikkelijke corona liever, crisis onder controle te krijgen. Het eigenlijke nummer, het typische nummer bij uitstek. Dat is deze, You Never Walk Alone. Die drie in twist, een krappel, een applaus voor hem. Through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver.
first song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and low. Amai, wat een stem, wat een stem. Peter, van harte bedankt. Het was ongelooflijk. De mensen zullen tevreden zijn. Ik stel voor de mensen die aan het luisteren zijn en aan het kijken, om toch even een applaus te geven voor Peter, want hij heeft dat toch prachtig gedaan. We gaan het niet horen, Peter, maar ik denk dat de mensen dat toch gaan doen. Dus allemaal even applaus voor Peter. Peter, bedankt. Ik denk, het was voor ons een deugddoende feit hier dat we jou mochten ontvangen. Voor jou waarschijnlijk toch ook, hè? In ieder geval. Ja. Wel, kijk, ik heb er echt van genoten. Ja, okay. Plezant. Voor herhaling vatbaar? Absoluut. Okay. Je laat het maar weten. Voor de mensen van Radio Pros die het allemaal georganiseerd hebben, een dikke merci om mij te vragen. Okay. Peter, bedankt en veilig thuis. Ook aan de mensen die achter u staan voor alles goed te regelen, bedankt. Het is toch maar tenslotte zondag. Maar we gaan elkaar nog zien, daar ben ik zeker van. Radio Pros, luister wereldwijd. Radio Pros, radiopros.be.